Morgen, het is alweer 12/2/2018. Het is nu 8:54. Dus ja, wij zijn bezig met een dierenvlog die ook ergens 23, 24 februari ergens online gaat komen. Want ik ga twee dierenvlogs achter elkaar aan plempen. Vind ik leuk. Hey, goedemiddag allemaal. Het is nu 1:30. Roderick is nu Max even aan het ophalen. Ik ga nu eventjes met mijn meiden even lopen. En dan gaan we zo meteen even lekker de hort op. En met mijn GoPro, die ligt nu al een tijd even aan de oplader. En dan gaan we weer zo meteen lekker op de tour op de fiets. Dus we nemen jullie gewoon weer gezellig mee. Zo, we hebben even weer een lekker stukje gefietst, toch? Ja. En we hebben de GoPro vlog mee kunnen nemen. Alleen Roze fietsen die doet een beetje raar. Beetje. En hij zit even pinda's te eten. Beter dan. Ja, mag eten ook nog wel, ja. Welke pinda's? Let me see. Ha 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 ha. Kijk, dat eet hij. Hey, nou daar ben ik weer. Ik had nog cadeaubonnen, €20. Ik heb even wat gekocht omdat ik gewoon wel mijn haar lang laat. Maar ik ga weer richting mijn eigen haarkleur. Dus ik heb het een en ander gehaald. Ik zal eens even wat meer licht creëren. Even wat meer, dat vind ik grappig. Ja, ik zal even moeten als ik jullie wat wil laten zien. En als ik ineens het niet snap hoe ze hier al dingen moeten gaan doen, ja. Dan kom ik er ook niet, nee. Kijk, en nu kan die wel weer zo. Kijk, nu heb ik even iets meer licht. Kijk, dat is grappig. Ik heb hier ook nog even eentje aan, heb ik helemaal licht. Dus, ik heb het een en ander gehaald. Dat is dus deze van de Kruidvat. En nee, ik word niet gesponsord. Ik zal het even laten zien. Ik doe even mijn klepje even anders. Kijk. Ja, dan kan ik het wat meer laten zien. Ik heb deze dus gehaald. En bij de Kruidvat, wat ik net al zei. Ja. En heb ik even richting mijn eigen haarkleur gehaald. En ook weer van de Kruidvat. Bij de Kruidvat. En nee, ik word gewoon weer niet gesponsord. Dus dat ga ik binnenkort eens even doen. Ja, en het lijkt heel. Het is helemaal niet donker. Het is weer mooi licht en tegen mijn eigen haarkleur aan. Toen heb ik dus deze zelf betaald. Mona. Kijk, Mona. Kijk. Lekker. Deze heb ik zelf betaald. En toen heb ik dus het een en het ander van Ro cadeau gekregen. Wat ik dat verdien. Bitterkoekjes, die vind ik ook wel erg lekker. Kijk, bitterkoekjes. Ja, die heb ik gekocht. En dan heb ik, eens even kijken, wat heb ik nog meer? Even kijken hoor. Die kun je daar weer naartoe. Ja. Ik ga even de tasjes even uitruimen hoor. Deze heb ik bij de Jumbo gekocht. Kijk. Erg lekker en dat lijkt op iets heel anders. Nou, deze heb ik dan ook weer van Roderick cadeau gekregen, omdat ik iets anders heel goed heb gedaan voor hem. En heerlijk, zo af en toe, een Turks brood. Ja, dat vond ik ook erg lekker. Ik denk, weet je wat, dus ik heb er schijt aan. Ik ga gewoon eens even lekker weer Turks brood halen. Lekker. Dus alle bonnetjes, hartstikke mooi. Daar er even op. En daarbij heb ik nog een hele grote curverbox gehaald. Met op wieltjes. Ja, op wieltjes, dat is ideaal. Met een deksel erop. Want, ik ga Loffie aanleren. Dat ze dus de, haar en haar, ja, een beetje raar licht hier ook. Maar oké, ik kan er even niks aan doen. Dat ze dus haar speelgoed hier ook moet gaan indoen. Dus daar later wat meer over. Ja, daar weer echt vele malen later meer over.
En dat wordt een beetje nou echt donker, dus ja, kan er ook niks aan doen. Ja, en wat ik ook nog wou melden, misschien dat als ik te moe ben, dat ik daar helemaal niet aan toe kom of geen zin in heb. Maar deze camera, die verspringt af en toe en dan is mijn spraak en als ik praat en het geluid niet synchroon. Dus heb je er een probleem mee, sorry, maar als ik echt te moe ben of wat dan ook, dan heb ik daar helemaal geen zin om dat allemaal te gaan knippen en helemaal te gaan kijken van waar moet ik dat doen. Nee, dan plam, doe ik hem er gewoon in en dan merk ik jullie dit wel eens een keer. Dankjewel.